Dat is de luchtverversing van de metro. Want zo'n metrostel dat zich constant onder de grond bevindt, dat heeft ook wel behoefte aan verse lucht. En vooral de passagiers die erin zitten. Dus daar moet je een voorziening voor maken. En nou, het is heel gebruikelijk om dat te doen door middel van roosters. Alleen in Rotterdam hadden ze ook naar andere steden gekeken. En daar gezien dat met name zwervers, en is in Parijs de clochards, daar graag s'nachts en s'avonds op gingen liggen, omdat er ook warme lucht naar boven komt. En dat was wel comfortabel. In Rotterdam hebben ze, om dat te voorkomen, dus die roosters zoveel mogelijk in de weg en tussen de tramrails gelegd, zodat het heel onaantrekkelijk wordt om erop te gaan liggen.